Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op zondag 5 augustus. Het wordt vandaag wat minder warm dan de voorgaande dagen, maar al met al is het nog een prima zomerdag. Er zijn vandaag flinke zonnige perioden. Vanochtend trekken er wel wat wolkenvelden voorbij. De temperatuur ligt zo rond de 19 graden rond het midden van de ochtend. De wind waait uit het noorden, is zwak en trekt in de loop van de dag iets aan en wordt dan matig. De maximumtemperatuur komt uit tussen de 23 en 28 graden vanmiddag. En zoals gezegd, er zijn flinke zonnige perioden. Ook vanavond brede opklaringen en dan blijft het nog lang boven de 20 graden. De minimumtemperatuur komt uiteindelijk vannacht uit zo rond de 15 graden. Morgen wordt het alweer een stuk warmer. Het wordt tropisch warm op veel plaatsen met veel zon. De maximumtemperatuur ligt vanmiddag tussen de 29 en 34 graden. Aan zee steekt wel een zeewind op en die zorgt voor enige verkoeling. Ook dinsdag hoge temperaturen, extreem warm, zelfs 31 tot 36 graden. In de avond is er wel kans op onweer. En woensdag en donderdag wordt het geleidelijk aan wisselvalliger met meer buien en ook de temperatuur die gaat geleidelijk aan dalen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne zondag.